In Ewijk zijn ze druk bezig met de archeologische opgravingen. Voor de komst van een nieuwbouwwijk wordt het terrein bij de Hoge Woerd volledig onderzocht door archeologen. Tijdens het onderzoek hebben ze al meerdere bijzondere voorwerpen gevonden. Leerlingen van scholen uit de buurt hebben ook even een kijkje genomen bij de opgravingen. Wij zijn hier grote putten aan het graven op een plek dat al eerder is onderzocht met proefsleuven. Daar bleek dat er archeologische vondsten en sporen in de bodem zouden zitten. En die zoeken wij nu op met grote opgravingsputten en die leggen wij bloot. En daarmee zorgen we dat die informatie niet verloren gaat. Wij vinden sporen uit de ijzertijd, uit de Romeinse tijd en de middeleeuwen. En die sporen houden in. Dat zijn paalsporen, afdrukken van palen van gebouwen uit die periodes. En we vinden ook sporen van waterputten, kuilen en graven uit die periode. Dus mensen hebben hier gewoond en zijn hier begraven. Ze hadden twee hele dingen gevonden. Een schaal en een glazen potje. En allemaal scherven en ook stenen. Ja, ik vond het heel mooi, want ze hadden ook aan ons een heel bord laten zien. Die echt uit vroeger kwam en die was ook een beetje rood. En ze zeiden dat het ook heel bijzonder was. Dat het uit de Romeinse tijd en uit de middeleeuwen en zo kwam. En dat ze daarachter ergens hadden gevonden of zo. En ze hadden heel veel ook potten van mensen laten zien en van dieren. Om ervoor te zorgen dat de voorwerpen geen beschadigingen oplopen tijdens het onderzoek, gaan de archeologen voorzichtig te werk. Wij graven wel hier met kranen. Dat zijn de concessies die we doen vanwege het feit dat wij hele grote vlakken aan moeten leggen. Maar we moeten eerst een bouwvoor weggraven. Dat is een verploegde laag van 20, 30 centimeter. Dus dat kunnen we redelijk makkelijk met de kraan doen. Dan komen we ongeveer op het oude loopniveau van mensen uit vroegere periodes. Dat is het moment dat we heel voorzichtig gaan graven. En dan wordt het echt millimeterwerk. En als we echt iets vinden, dan gaan we met de hand verder. Ja, best wel cool, want normaal is dat niet zoveel. Nou, helemaal niet dat er nog in glazen of bordje nog heel is. Ja, ik vond het ook heel bijzonder om te zien, ja. Want het is ook gewoon heel oud. En dan was er ook nog iets voor Christus of zo. Dus dat was ook wel heel oud en heel bijzonder om te zien. De leerlingen zijn zelf ook nog aan de slag gegaan. We hebben heel veel geleerd ook. Ook dat er ook heel veel gevonden is, zeg maar, bij dat ergens gebouwterrein. En we hebben sieraden gemaakt en we hebben proberen vuur te maken. Dan moest je met zo'n vuursteen, ik weet niet hoe de andere heet, maar dan had je, als je rechts bent in rechter, moest je zo lak zo'n ding, moest je zo keihard, dan kreeg je vonkjes. En dan had je ook uiteindelijk, als je het koopt, maar het was mij niet gelukt helaas, kreeg je nog iets, zo'n soort kool van stof. En dan had je vonkje en dan kreeg je daar vuur van. Het waren een beetje van die middeleeuwse sieraden met goud plastic of zo. En daar hingen geloof ik allemaal foto's van de bouw. En er lagen allemaal kralen bij de mensen die daar begraven waren. De vondsten die worden gedaan zijn belangrijk voor de kennis van de omgeving. Het is een archeologisch vrij rijke omgeving. Dus elk schep hier in de grond kan potentieel goed raak zijn. En archeologie is onmiskenbaar gekoppeld aan educatie. En daardoor is het belangrijk om archeologische sporen en vondsten te bewaren voor nageslacht.